Laatste mensen. Welkom op het kanaal van Dylan. A.K.A. Rotjoch. Also known as. I release die. Dylan heeft ons in de gelegenheid gebracht om een soort van gasrol in te vullen op zijn zaak. Dat doet hij normaliter nooit. Eenmalig. Niet doen dus. Nooit doen. Nooit. Maar daar zijn wij heel dankbaar voor. Dit is Kevin. Van geekmagazine.nl. Peter. GGX. En Dani van Alles en Nog Wat. Alles tuintjes. Geen probleem. Zwart geld. Ik kan daar gewoon. Dus, we gaan een filmpje kijken over Daisy. Ik hoop dat jullie er een beetje van kunnen genieten. De beschrijving van onze YouTube link zit in de beschrijving van de video. Precies. En ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. Ja. Klik de link, abonneer. En kom even langs. Kom even langs, we hebben nog veel meer benden. Echt waar, we houden nooit op. Dank u. En Dylan, bedankt. Dylan, bedankt. Van Let's Talk. We gaan het vandaag hebben over een nieuwe game. Een game die eigenlijk nog niet af is. Genaamd Daisy. Het is een MMORPG. Die eigenlijk afspeelt in een fictionele wereld. Een post-Sovjet-Unie, post-apocalyptische wereld. Dus dat. Wij hebben hem gespeeld. Wij hebben hem gespeeld. Maar ik zou zeggen, je hebt de mod-versie, hè, die waarschijnlijk de meeste mensen wel kennen. Je hebt de Arma 2, dat is een op zich zelfstaande game. Dat is gewoon een real-life army game. En DayZ is een mod van Arma 2. Vele mensen hebben die al gespeeld. Maar nu heeft de maker, is bij Bohemium. Bohemium is weer de maker van Arma 2. Ja. Is nu werkzaam bij Bohemium. En heeft nu als opdracht een standalone version te maken. Van DayZ. Ja. En nu is de alpha op Steam uit. En jullie hebben die gespeeld. Ja, ik ook hoor, laat ik dat voorstellen. Op de achtergrond zal je straks gameplay van ons zien draaien. Achtergrond? Dat is achtergrond. Een groene. Het is een groen doek. Komt weer terug, hè? Ik vond het eigenlijk. Ik was heel sceptisch in het begin, want het is niet mijn game. Je moet ervoor betalen, trouwens, hè? Het is even €24 die je. Ja, het is een grappig concept. Het is iets wat je heel veel gaat zien nu bij de indie game makers. Is dat ze een alpha neer gaan zetten die naarmate het spel uitbreidt steeds duurder wordt. Totdat hij gewoon een complete game is en dan een volle bedrag betaalt. Dus nu betaal je misschien voor een halve game €24. En als hij compleet is, dan zal hij rond de 60 kosten of 40. Ik heb geen idee wat het uitresultaat of hoe ver dat loopt. Maar het is een ontzettend goed concept en ik ben er ook blij mee. Je speelt echt een kutspel. Het glitcht als een motherfucker. Zombies lopen door muren. Het is trouwens een zombie game, want dat is eigenlijk nog niet eens echt duidelijk gemaakt. Maar het is een zombie survival game. Voor een nadruk op survival, want het enige wat je eigenlijk doet, is het ontwijken van zombies, mensen en het zoeken naar eten en drinken. En ik moet even iets anders zeggen. Het is een alpha versie, wat Dani ook al zei. Dus het is voor de beta. En een beta is bijna af. Beta is eigenlijk. Het spel is compleet. Alles zit erin. Alleen. De foutjes moeten. Ja, de bugs. Dat is een bugs search. En er kunnen nog wel eens wat dingen veranderd worden. Het is niet altijd een eindresultaat. Vaak wel. Maar ja, wat is deze? Ik bedoel. Daisy. Daisy, sorry, ik zeg het heel te fout. Wat is Daisy? Ik bedoel, je begint het spel met. Dat is niets. Niets, hè? Ja, echt amper. Ja, we kwamen erin. En je krijgt wat gare kleding. Een zaklampje. Een zaklamp en een batterij. Nou, die batterij gaat nog op ook. Dus heb je echt helemaal niks. Nee. Vervolgens span je in de wereld. Die gigantisch is trouwens. Ja, 225 vierkante kilometer. En geen idee waar je bent. Geen idee, want je hebt geen map, je hebt geen radar, je hebt niks. Het eerste wat je mannetje doet is zeiken. Zeker? Je moet eten. I'm thirsty. Dus je eerste instinct is gelijk, oké, ik ga vreten zoeken, ik ga drinken zoeken, want ik moet overleven. Want als je dus serieus te lang niks eet en drinkt, ga je gewoon echt
dood. Ja, ja, je kan ook niet zomaar eten. Je hebt heel vaak rotten apples. En je wordt gewoon ziek. Als je ziek wordt, ja, en je kan geen medicijnen vinden. Wat trouwens best pittig is. Ga je ook dood. Dus het is een vrij selectief spel. Het is echt een survival horror. Nou, en dan vind je eindelijk een blik met eten. Krijg je niet open, omdat je geen blikopening hebt. Dus je kan het eventueel wel openen met een schroevendraaier. Of een hakbijl. Maar dan verlies je weer. Wat, ja. Dus ja, het is wel een leuke game. Want laat ik zo zeggen, ik heb de mod-versie gespeeld. En dat is wel een wereld van verschil met de standalone. Want bij de mod, ja, die is praktisch af. Daar kan je met auto's rijden, je hebt helikopters, de zombies reageren. Heel anders dan dat ze nu bij de alpha-versie reageren. Dus dat was echt wel een andere belevenis. En ik daarvoor had ik niet deze twee gassen in het spel erbij. Dat heb ik nu wel. En het is echt wel vele malen leuker. En je grootste angst is nog steeds... Ik heb een M4. Klap! Je grootste angst in de game zijn niet de zombies. Dat zijn... Tegenstanders, de andere mensen, want ik... Maar dat is ook het grappige, toch? Dat is ook het mooie. Ja, aan de ene kant wel. Ik vorige keer... Nou, ik had dus op een gegeven moment een situatie dat ik op de airfield was. Ik had daar... ik liep daar en ineens stond er iemand anders voor mijn neus. Met een wapen. Alleen, ja, nog niet gericht op mij. Maar ja, als ik... Ik had zoiets van, ik zit wel in een friendly server, maar als hij me doodschiet, ben je dus ook gewoon alles kwijt. Ja, we hadden ook echt een discussie even over wat ze moeten doen. En ik zat te schreeuwen, die maakt, schiet hem dood! Schiet hem dood! Dus eigenlijk, hij voelde zich schuldig daarna nog. Maar ik was ook gewoon kut. Ja, die gast heeft daar, hij was, waarschijnlijk ging hij niet eens schieten, maar ja. Weet je, wat zou jij doen? Ja, ik schoot hem dus wel dood, Nou, ik zat in dezelfde situatie. Ik was aan het rondzoeken naar eten en drinken. En ik had een wapen, alleen geen kogels. Dus dan heb je er eigenlijk niks aan. En toevallig kwam er iemand anders ook binnen en die had ook een wapen. Maar we zaten echt elkaar zo aan te staren van... Oké, wat gaan we doen? Gaan we nou een gevecht houden of niet? Oké, ik steek wel mijn handje op van friendly. En ik ben weg gaan rennen. Simpelweg. Ik had niks. Nee. Ik had wel een gevaarlijk uitziende geweer. Maar er zat niks in. Dus ik kon wel misschien bluffen. Ik deed het veilig. Ik ging wegrennen. En, ik moet eerlijk zeggen. Dat is de spanning die het spel maakt. Het is echt een coole spanning. Ja, het doet me een beetje denken aan The Walking Dead, weet je. The Walking Dead gaat, de zombies zijn traag en niemand, nobody cares, maar het is een factor. En de echte angst is gewoon, het is een post-apocalyptische wereld, de resources zijn beperkt. Ja. En als je iemand tegenkomt, en je kan zeggen, kom, we gaan zelf samen even een stukje lopen en even misschien wat treden. Ja, maar 9 van de 10 keer knallen ze gewoon een kogel in je kop. Dan zie je die rugzak, die ziet er wel heel appetijnlijk uit op dat moment. Ja, en dan ben je wel benieuwd wat ze hebben. Ja, en niet alleen dat, weet je. Het feit is, het kutte ervan is, het echte gevoel van het spel is, op het moment dat je neer wordt geschoten, is gewoon over. Ja. Je raakt alles kwijt. Het is niet van, je hebt een safe file. Nee, je start weer gewoon lekker op een plek in dat spel, meestal bij de kust. En vind je troep maar weer opnieuw. Nou, dat is baal hoor. Nou, in de modversie spawn die echt letterlijk ergens anders. Nou, wij hebben nu wel een beetje door dat in deze versie je steeds op dezelfde plek spawnt. Ongeveer. In ieder geval aan de kust. In de alpha. In de modversie dan ook wel eens in de bos. En dan ben je echt eventjes oriëntatie kwijt. Maar ik weet even niet waar ik naartoe ga eigenlijk met mijn punt. Ja. Ik weet het even niet. Nou, maar dat is wel heel vet. Want jij zegt gewoon dat je echt spant. Dat is dat je spant dus echt. Ik wil nog wel even wat kwijt over die... Want je begon net over een rugzak. En toen dacht ik, dat maakt het spel ook wel weer vet. Want je begint dus echt niks. Maar je hebt verschillende kleding soorten. Dus je kan een broek vinden bijvoorbeeld ergens. En dat kan met van die zakken aan de zijkant. Een canvas pants zijn of zoiets. En dan heb je dan 4 zakken. Maar je kan ook naast dat het een customization functie hebt. Dus je kan je mannetje vet maken. Kan je ook de beste kleding zoeken om shit mee te nemen. Dus een rugzak met 10 vakjes of 35 vakjes. Ja. En je kan je mannetje echt wel tof maken. Je kan ook een masker op doen, een pet vinden. Dan heb je nou een piepel of zo. FN 45. Je kan echt vet shit vinden. Je hebt een millimeter, je weet het als je keer tegenkomt. Ik vind het echt een dope toevoeging. Naast dat je dus je mannetje echt super vet kan maken. Of tenminste naar jouw smaak. Heeft het ook een functie in de zin van... Ja. Shit, man.
wat ik het leuke vind aan deze game, op zich is het geen unieke game met zombies, want we kennen al veel films, voor mij nou ook dat, maar veel games met zombies, ja. Dead Rising en dat soort games, kan je helemaal niet vergelijken met DayZ. Simpelweg omdat je een spanningsboog ziet. Er gebeurt de hele tijd niets. Je loopt zoeken de ene huis in, de andere huis uit. En dan in één keer zie je iets in de verte. Is het een zombie of is het een mens? Oh shit, het is een mens. Ja, ja. Het is echt zo van, wat ga ik doen? Dood. Dat maakt het echt, dat maakt de game, moet ik eerlijk zeggen. Ja, absoluut. De spanning maakt de game. En ik ben echt benieuwd. Elke update ben ik benieuwd, oké, wat gaan ze nu erin brengen? Ze hebben pas een update uitgebracht, die was dan een early release, dat was gisteren. Ja. En wat was meer om die unconscious death glitch eruit, dat je niet de hele tijd ligt te wachten op niks, dat je gewoon niet erin spant. Nou, moet ik zeggen, ik vond niet zo boeiend hoor, die update. Maar even kortom, wat vinden we van DayZ? Zal ik je vertellen, het is een piece of shit. Het is een alpha, het glitcht, het is kut. Het is fantastisch. De spanning is echt geweldig. We zijn niet de enige. Het spel heeft een miljoen keer verkeerd verkocht. Weet je? En je koopt echt werkelijk waar als een piece of shit. Maar het feit is dat je een banner krijgt aan het begin van het spel dat uitlegt van het is een piece of shit. Deze game is niet af. Speel het op je eigen. Do you understand? Dan piece of shit. Klik ook. Ja, je begrijpt dat dit gewoon een piece of shit is. Ja. Piece of shit. En toch als je het speelt en je glitcht je de hele game door en die zombies komen door de muur. Je hebt het naar je zin. Je vindt je FN 445 en dan kom je erachter dat er ook nog een fucking magazijn in moet. dus dat was even jammer. Maar ik vind het fantastisch. Ja, ik vind het ook cool. Nogmaals, ik ben wel degene die de modversie heb gespeeld. Dus ik weet dat er beesten in voorkomen die waar je op kunt jagen. Yeah. Ik weet dat de zombies anders reageren. Dat je echt moet kruipen. Dan zijn die zombies niet naar één hakbijl dood. Je moet echt eventjes schuilen voor zombies. En dat maakt het extra spannend. Ook ineens dat ik 's nachts liep en een helikopter kwam over. Echt, heeft hij me gezien? Heeft hij me niet gezien? Het is voornamelijk sfeer. DayZ is sfeer en spanning. Ja, maar wat mij het meest aanspreekt is gewoon de verhouding van het realisme. Dus het bad eaten, dat je gewoon ziek wordt. En inderdaad, de spanning van zombies en mensen. Ik kan niet wachten tot het eindresultaat. Ik ook niet. Ik ook niet. Dat is echt, wordt echt fantastisch. Gaan we duimpjes doen of niet? Ik weet niet wat ik met duimpjes ga doen. Ik ga duimpjes doen. Ja. Gaan we stieren met afkoeien. Tot volgende week. Pak je rust. Ciao. Pak je wel, dankjewel. Ik heb een kroeg.